Nou, ik maak jullie weer even klein. Aan de weg. En dan ga ik een nieuwe head maken. Hé, hey, waarom kan ik niet de hele tijd schieten? Oh, wat kan ik ook wel. Hé, hey, check dit nog eens, waar ben je? Check die pick, ja. Wat ben je allemaal aan het doen, Wesley? Wat ben je? Kijk dit, zie je die pick daar zwemmen? Met dat menselijke hoedje daar zo. Maurice, daar. Okay. Daar. Ja, ik zie een hele hoop picks. Ja, ik schoot er een neer, maar... Ik heb ook een boomerang. Willen jullie wel de spawn heen laten? Oh, maar jij ik blijf gewoon hier. Nou, ik ben nu op de spawn. Oh, ja hoor. En ja, ik blijf gewoon hier klooien. Ik weet dat er namelijk een Luigi head is. Wat? Een Luigi head. Wat is dat, Wesley? Ja, dus. En als ik die nou aanpas, kan ik er een YOLO swag head van maken. Oh yeah, maar er moeten wel klappende handjes op natuurlijk, hè? Ja. Oké. Mooi spel. Jongen, kom je uitleggen dan? Kijk, die is hier. Oh, ik ga kijken. Hey, ja, Luigi. Hij is bij de spawn. Oh, oh nee, ik zie hem op de stream. Dat die ash cap beter is. Oh. Ja, die is groter. Ik weet alleen niet waar je YOLO swag wil hebben, want dat wordt lastig. Gewoon erboven. Dat gaat niet passen. Heel irritant is. Want dan moet, kijk, voor letters heb ik zeker drie of vier hoog iets nodig. Maar ik kan hem wel YOLO swag head noemen. Maar wacht, wat heb je nodig? Oh ja, nee, ik verzin wel wat. Ja, is goed. Nou, de ash cap. Ik zet hem nog even op de stream. Dat is deze. Mag ik butcher doen of kan dat niet? Ja, doe maar. Even kijken, nieuw project. YOLO. Nee, dat werkt niet, sorry. Swag head. Wat is dat je ook varkens kan killen, min mat? Min A. Zo. Ja, is lang geleden hè, dat je moderator was. Nee, houd je kop. Nog over. Maurice, waar ben je? Hier, kom het kijken. Kom, ik weet wat. Ik ben met mijn Nyan Cat Gun aan het spelen. Ja, kom dan maar gewoon. Waar ben je? Ik ben nu bij je. Ja, die shop. Kijk, het is mijn Carlos leger. Wow, die halberd kan echt super ver slaan, jongen, hè? Ja. Ga het game mode aan, hij maakt je af. Carlos will own you. Nou, die even kijken. Die boomerang is super sterk, jongen. Laten we beginnen met een basisvorm. Dan heb ik echt allemaal hoedjes. Hoe heet die mob? Heet die de Carlos mob toevallig? Ja. Nee, dat is de. DMC Armor Mod of Admin Armor Mod. Nee, maar de mob. Oh, die heet mob.dinista.dmc nog iets. Als je Dinista intypt, heb je een egg. Hier, wil je hem hebben? Nee, ik wil gewoon in één keer met het spawn command een paar spawnen. Oh, dan weet ik niet hoe dat werkt. Ik weet niet of command book ook mobs spawnt die niet vanilla zijn. Nee. Ik heb het ID geprobeerd, maar nee. Nee, hij heeft de wedstrijd. Zo, YOLO swag head. Oh, even kijken.
Ja, ik heb nog niks. Oh. Dan ga ik weer even varkens afschieten. Oké, okay, kom eens. Jongen, dit lekt ook echt. Ja. Wat ben jij aan het doen, Tim? Niks hoor. Niks hoor. Tim is wat aan het uitspoken, jongen. Hoe vuur je een kanon af? Zo! Weet jullie dat? Een nuke doet wel weinig schade, vind ik, om eerlijk te zijn. Wat wil je afschieten, Wes? Een kanon. Nee, ik zou het niet weten, kerel. Nee, ik weet ook niet hoe dat kanon werkt. Volgens mij was dat nog een work in progress. Ik lag. Ik lag ook. Volgens mij gaat de server crashen. Oh jongens, wat heb je gedaan? Niet, hè. Alles loopt vast. Godverdomme Maries, wat heb je gedaan? Ik deed niks. Tim? Ik deed ook niks. Heb jij met nukes gespeeld? Nou, ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geplaatst, maar die zijn nog niet aangestoken. Ah, oh, good God. Niet aangestoken. Oh, hij doet het gewoon weer nu. En nu zijn ze wel aangestoken, zo te zien. Nou, ik heb het gevoel dat Maries dit heeft gedaan. Waarom? Nou, het hele grote gat onder het, ja. Ja, maar dat was ik niet. Oh, dat was die kut, Tim. Die stond hieronder. Ja, even die kijken. Stond daaronder met z'n nukes. Ik heb alleen maar een beetje varkens af staan te schieten. Hey, er zombie met DMC. Diamonds! Even kijken, 8. En dan wordt die 8 plus 2 lang. Ik vind mij het wel heel goed trouwens. Oh, oeps. Tim, wat doe je nou? Niks. Oké, okay, toch wel. Nee, ik plaats er nu op. Dat is nee, niks. Hoor. Helemaal wel. Ik heb een screenshot. Zeker. Dat is ver. Nee, maar ga alsjeblieft niet kloten met nukes, jongens. Want ik heb geen zin om goed. Die server te gaan herstarten. Ja, Tim. Er zit misschien wel een redelijk groot gat in de grond. Ja, dat vind ik niet zo erg. Nou, je gaat waarschijnlijk toch die map opnieuw doen, of niet? Ja, die map wordt opnieuw. Oh nee, nog meer nukes. Fuck. Ah, kut Maries. Nee, dat was ik zie ze. Serieus? Ja, ik heb ze niet neergezet. Tuurlijk, want ik ben nog in game. Wie heeft die nukes er allemaal neergezet dan? Ik vlieg hierin, ik zie al mijn nukes staan. Ik wilde één wegslaan en hij ontploft al. Oh my god. De gevaar. Nou, er waren die 6 die ik had neergezet voordat... Oeh, dat ding crashte. Wat ben jij aan het doen, Dante? Dante zit niet in het kanaal geloof ik. Oh, maar die kijkt de stream. Even kijken. Deze is 10 lang en 2... Of even kijken, 10 lang en 8 breed. En die moet dan 8 worden en 10. En ja, ik praat gewoon lekker door jullie heen. Het is mijn stream. Ha! En toen waren ze allemaal stil. Nee, ik hoorde het niet. Oh. Nou, ik ben in ieder geval bezig met je YOLO Swaghead. Yes. Hashtag YOLO Swag. Het. Even kijken, deze wordt minder breed. User joined your channel. Hallo. Hi. Hi, what the fuck ben je aan het doen? Ben je aan het survivalen? Je link is weg. Mijn link is weg? Ja. Oh, die heb ik niet weggehaald. Oh ja, nee, sorry. Even kijken, deze. En die wordt dan 12. En wat ik aan het doen was, ik kom niet op
op Volgens mij kan je er nu wel op. Ja, net 10, 5 minuten geleden nog niet. Oh, ik dacht dat Carlos wat veranderd had, dan kon je er wel weer op. Dan kan je er offline op dan ofzo? Ja, had hem in offline mode gezet, dacht ik. Ja, maar dan kunnen mensen zonder legit shit er ook op. Ja, weet ik. Oh, ik ga naar al mijn vorige death points toe, want daar zit mijn oude huis. Heb je dezelfde map gebruikt als vorige keer? Nee. Nee, de spawn is anders. Kijk maar als je naar de spawn gaat. Ja, die spawn had minder kleurtjes geloof ik de vorige keer. Minder? Meer. Oh, ik kan het zeggen. Ik weet niet, volgens mij zijn allebei de spawns een potpourri van verschillende kleuren wol. Oh, ik heb gevonden hoe je die boomerang echt zeg maar voor eeuwig om je heen kan laten draaien. Gewoon wegvliegen de hele tijd. Als je de weg vliegt van waar die heen terug wil, gaat die de hele tijd heen en weer om je heen. Tot op een bepaald punt, dan flikkert die de oceaan in. Dan denk je van oké, fuck you. Tim Gaar. Nou, ik vind het best wel heel erg grappig eigenlijk. Het is best wel goed tegen mobs volgens mij. Ook als je dan gewoon zo'n hele grote... Hij zit in Tekkit en hij zit ook in Dutch Engineers. Dus probeer het uit. Ja, maar niet nu. Nu ben ik mijn death point aan het opzoeken. Ja, Bas. Haha, mijn eigen boomerang mist me. Wat een domme lul. Boomerang, even weg. Domme lul. Nou, deze kopiëren we ook. En dan wat? 12 wordt 4. En wat 4 wordt 12. Dat is stoer. Maar was je huis niet opgeblazen? Ik heb vorige keer toch niet meegedaan. Oh, een schaap met mijn hoed op, ik ga hem doodmaken. Mijn hoed, kloot, zou ik afblijven, hè? Kan hij eindelijk zijn eigen hoed vinden, doet hij niet mee. Nou, ik heb mijn eigen hoed ook in eng gevonden, trouwens. Door mijn tip? Nee, ik ging dood en toen ben ik dat net ben ik toen kwijtgeraakt. Wat kan je met Steve's Arcade? Kijk maar. Steve's Arcade? Ja. Even kijken, 2 hoog. Oh, ik heb honger. Komt dat doordat ik al die boomerangs gooi? Nee, dat komt door de nukes. Oh. Ja, dat verklaart het wel een beetje. Oh man, muis is fucking ver weg. Oh, ik kan kompas gebruiken natuurlijk. Ook, je kan ook tp'en naar de locatie. Je bent toch opgemaakt? Ja, ik weet niet zo goed hoe je naar de locaties moet tp'en. Oh, nou, slash tp, spatie, nummer, comma, nummer, comma, nummer. Oké. Holy shit, allemaal koeien hier. What up? Moo. Even kijken, dit is wel lastig man, een pet. Denk het uit als YOLO swag hat. Is er aan het pingen? Ik knie. Ja Bas, knie! Even kijken, 5 en dan maken we daar 10 van. Wie is dat dan? Weet ik niet. Jij denkt de kans weet, geloof ik. Ja, ga dan even kijken. User left your channel. Dag user. De breedte. Ah ja, dat is heel anders dan dat vorige keer was. Wat een afzetterij. Wow, er zit hier wel... Ah, ik zat vorige keer precies bij de spawn. Tenminste, wat nu de spawn is.
If you know what I'm saying. Nee. Oké, en dan niet. Ik spreek geen Espanolo. YOLO! Help hem. Oh, ik zie je hoor, met je bierkrat op je hoofd. Waar? Oh, hey Fluffy! Nou, lekker dat... Lekker warmer aan doen. Dat wordt je head. Oh, oh, wacht, ik heb hem nog niet gezien. Waar zijn de klapperhanden dan? Ja, die komen erop. Sorry hoor. Ik ben het gaan namaken, jongens. Hé, even rustig. Bij gebrek aan inspiratie, maak iets na. Ik ben net Apple. Ik pak gewoon iets wat goed is van Android. En dan maak ik het na en dan zeg ik, nee, heb ik gemaakt. Ik ben een boom het aan het maken. Maar kan je niet op de Carlos-achtige manier trouwens YOLO's weg erboven zetten? Rood. Rood light inverted. Dat roodblok is ook mooi, hè? Dat rookblok? Rood. R-O-A-D. Oh, oh. Ja. Precies. Ja. Dan moet je overheen lopen, dan gaat het sneller. Kom je dan met boom het? Gaat dat sneller? Ja, het is een soort ijs. Maar ijs vertraagt je... Oh. Oh. Het is zeg maar gewoon precies ijs. Het is echt een rood. Maar dat hij niet allemaal kleurtjes heeft en dat het dan rainbowrood was. UVC event, na 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 na. Hé, hey, wil je naar mijn boom met komen, Maries? En bouw je hier dan ook een huisje in de buurt? Nee. Waarom niet? Omdat hij stiekem YOLO's weg. Nou, dat pik jou wel gewoon naar mij toe. Abuse, abuse, Ben. Kijk zelf. Oh ja. Dan moet ik de kerel eerst demoten. Oh, oh, ik heb een idee. Oh jezus, ik ben zo meteen in één keer mijn oprechten kwijt en mijn creatief kwijt. Nee joh. Kom eens naar mijn boom met klootzak. Nog niet af. Niet lachen. Wesley. Kom. Ja. Ik ben Achiel, luister naar me, ik ben de admin. Wat ben je? Kijk onder je boom. Zie je me niet? Ja, ik zie jou gewoon, maar... Zie je niet mij als Achiel, zeg maar? Nou, nee. Even snel Carlos armen aan doen. Ja, een eigen helmet. Even Carlos. En nou even rustig doen, of ik maak je af. Ik ben belangrijker, ik ben Erwin. Niet of dat doet je af, het ziet er niet uit. Kijk, dat hoedje van jou dan. Ja, ik heb mijn hoedje afgedaan. Helemaal niet, hij zit gewoon nog op. Nou, bij mij is hij eraf, hoor. Hoe heet met Bowman? Hoe vind je deze dan? Erwin met een Carlos Fixit hoedje. Je kan ook het armor combineren, hè? Ja, maar dan ben ik een soort van half voetbal sign mutatieachtig ding. Dit kunt echt een lelijk huis trouwens, Wesley. Divers. Zit er een dak op? Ja, dat toevallig wel. Wauw, Wes, heb jij een dak op je huis? Oh man, wat een vernieuwing allemaal. Yes, kijk hoe goed het gaat met de hoed, Wes. Ja, het is wel een beetje moeilijker dan Tim's face. Tim is gewoon sneller blij met dingen. Ja, maar ik was ook vorige keer blij met mijn bierkrat pet. YOLO swag. hoe kom je erbij? Ja, jullie hebben het verzonnen, hè? Wesley vooral. Als ik ooit nog eerst of tweede zou worden, dan wil ik sowieso de glashead. Wat? De glashead. Oh, wat is dat nou weer? En dan Erik's hoofd erop. Een glashelder erboven schrijven.
Oh nee, dit is heel lullig. Ja, je mag hem niet pesten met zijn naam. Dan naar boven. Dat is glashelder. Ik ga even plassen. Tot zo. Leuk man. Coole info, hè. Jij komt daar toch ook kijken naar mijn boomhut, hè? Ik kom zo kijken naar je boomhut. Ja. Ik moet ook iets te lachen hebben. Oh, bedankt. Asje. Tenminste een dak. Ja, dat is nieuw. Een dak. Maar ja, ik bouw wel een crea, dus. Ja, dan heb je snel een dak. Je kan ook World Edit gebruiken. Oh ja. Ja, nee, dat durf ik niet. Pussy. Beter dat ik het kan, maar als het fout gaat, ja. Ja, dan krijg je jaren te horen. Ja. Nou, hij is bijna af. Het is gewoon wit. Ja, er zit nog geen texture op. Ik maak eerst het model schoonheid en dan maak ik de rest. Bobby en de rest. Even kijken, dat is denk ik... Ik ga heel even in mijn Minecraft lopen. Dat zien jullie niet, maar ik wel. Hey, nu zie ik het ook. 1, 2, 3, 4. Oké, 4. Ik heb mijn kompasser kwijt. Pritzer. Digitizer. Hey, dat is een coole mod. Ja, dat is echt een coole mod. Zelf gemaakt. Ja. Paladin oor hoort er ook nog bij. Mm-hmm. Kun je die mand van maken? Twee paladin oor. Oké, okay, nice, nice. Ik vind vooral het paladin blok heel cool. Komma vijf. En Marie. Ja. Die vond mijn boom is wel mooi. Nee. Jawel. Dat vond ik niet, Wes. Jawel. Is het trouwens niet mogelijk dat een van ons het runt volgende week, Fluffy? Ja, maar dan moet ik helemaal een account gaan aanzitten maken. En dan moet ik weer een iets aan gaan vragen, zodat ik een extra persoon kan toevoegen. Zit met licenties en zo. Ajo. Ajo. Misschien dat Chantal het wil runnen. Die kan ook inloggen. Maar dan moet je Chantal heel lief aankijken. Oh, dat kan ik wel. Ze hoeft toch dan alleen maar de server aan te zetten... Of niet? Nou ja, dat moet ik er dan uitleggen. Het is niet moeilijk, maar... Het zijn wel wat dingen die je moet weten voor als het misgaat. Oké. Okay. Nou, we gaan het horen van daar. Ik gok op nee. Ja, ik denk het ook niet heel erg. Maar wie weet... Wat nou als ze zegt, ja, is goed, ik doe het al. Ja, kom dan maar kijken naar mijn boomhut. Kun je maar kijken naar zo'n lelijke boomhut. Het is echt een lelijke, ik heb nog nooit zo'n lelijke boomhut gezien. Ziet er niet uit. Jezus. Even kijken, dit wordt die klep. En die klep die moet net zo breed worden als dit, dat is 4. Verwijder het spel maar weer, Wesley. Ries, maak je af, jongen. Kom dan. Ik stoop je af. Dat je een systeem 32 hebt verwijderd. Ja, ga jij even je systeem 32 verwijderen, weer? En dat Dex doen. Dat zou Dex doen. Serieus. Ja, hij wist niet wat het was. Is die er nog? Ja, hij is in het andere kanaal. Move. Nee, doe maar niet. Hij zei van, oh ja, dit en dit is er mis. Ik zeg, oh, dan moet je je systeem 32... Kijk eens even naar de stream. Is hij zo lang genoeg? Ja, man. Maar het lijkt meer op een huis met een heel raar dak. Ja. Wat is dat vierkant? Dit gaat weg, dat is je hoofd. Dat is je hoofd. Oh. Maar er komen nog twee schuine dakjes aan. Maar ik denk dat hij eigenlijk korter moet. Of wil je hem expres lang hebben? Nee, hij mag wel korter.
Ook mij niet uit, als er maar handjes op komen. Ja, en als er maar YOLOSWAG boven staat. Oh nee, YOLOSWAGHAT. Met een hashtag ervoor. Ja, YOLOSWAG is genoeg, toch? Ja, vind ik ook goed. Ik weet niet hoeveel, of ik dat red met mijn... Ja, maar als het erbij past, dan willen we dat ook. Even kijken. Wel heel belangrijk. Ik zal de tekstjes alvast wat groter maken. Deze heeft heel veel tekstjes. Kijk eens, Maurice, nu is die nog mooier. Kom eens naar buiten. Dat ziet er nog steeds niet uit. Kom eens naar buiten dan, wil. Het ziet er echt niet uit. Het is gewoon op een huis. Een huis op een paal met wat bladeren erop. Kop nog maar gewoon. Maatje jou. Het dak wat erop zit is ook geen echt dak, het zijn gewoon bladeren. Een bladerdak? Heb jij iets tegen daken, Wes? Ja, hij zit een keer verkracht in een steegje door een dak. Naar de tieners maar. Hij heeft hem gewoon helemaal weggehaald. Nou, ik vond hem eigenlijk best wel mooi. Nou, jullie het die komt bijna af. Het model is bijna af. Dan gaan we daarna tekstjes gaan verzinnen. Oh, er moeten nog handjes op, hè? Ja, er moeten nog handjes op. Zo, ik vind het niet, my Wesley. Haal eens weg, ik was bezig, klootzak. Zet hem eens terug. Ik heb het al weggehaald. Doe gewoon een undo, mogol. Oh, QQ. Oh, mijn magische wand. Wat heb je met die stammen gedaan? Oh, kutsverwerken. Oh mijn god, het zag er niet uit. Het is nieuwe mode. Ja, het is goed met je. Ik vind het nog wel cool eigenlijk. Nee, ga weg. Dit ziet er niet uit, man. Cool, ja. Oké, wacht, ik zou het mee veranderen. Ja, dit is een stuk beter, want het is nu grotendeels weg. Verander het gewoon in melon. Dit vind ik fucking cool. Kurla, sorry. Ja, dat gaat goed. Nu moet hij huilen. Van het lachen. Kut, Maurice. Pleurig hond. Die loop. Lukt het, jongen? Ja, dit is echt heel erg leuk. Hoe komt het dat het allemaal in de hand staat? Heel erg waar. Vind je het niet leuk, Wes? Nee. Ik wel. Hé, ik heb die schuine dingen erop. Oh, kijk. Nice. Oh, de klep is nog schuin ook. Dat is freaking cool. Ja, ik kan hem veranderen. Kijk, kan je... Zie je, kan...
blokjes aanpassen. Oh, nice man. Maar ik vond 18 wel mooi. Of wat is het? Ja, 18. Kut maar eens. Sorry. Huis. Zo, die kan weg. Nou, nog handen. Oh, Wes. Ja, anders ging het zuur niet uit. Heb je nou een biome veranderd? Of de... Oh, je hebt de regen aangezet. Die roosje blaast heel mijn huis op. Het is een keertje wat anders dan dat jij iemands huis opblaast. Je kan ook //X doen of zo en dan gaat het vuur ook uit. Dat ken ik er allemaal niet. Even kijken, hoe maken we handen? Wow, je world deed het precies iets toen ik iets schoot. Ja, was het... world deed het verkeerde. Ik zag het. Verkeerde gebouw in ieder geval. Nog iets met je vrakers. Je zal geen pijn meer doen aan mijn huis. Wel aan waar het op stond. En mijn zonnige boom, en die is weg. Het zijn echt kamikaze varkens, hé. Dit zaadje zal een nieuw huis groeien. Het is geen ananas. Wordt daar gewoon op. Hij mist. Kering, Maurice. Maar ik ga wel ergens anders wonen. Oké. Ja, ik weet het, onder homo, hè. Hij blaast zomaar huis op. Ja, ik weet het, man. Ja. Tegen wie heb je het? Tegen Agion. Ja, kutvarkens, hè. Ben je serieus tegen een NPC aan het praten? Ja. Oh mijn god. Achilles boze Wesley. Varkens. Super creeper. Parada. Hey, Matthijs, overloper. Carlos. Ik snap maar, bitch. Ik ga in die berg hier wonen. Welke berg? Ik krijg niet meer te spelen. Ik ga alles opblazen in één. Ja, leuk. Maar ik kreeg al bier. Ik ga gewoon varkens verzamelen. En dan? Laat ik al die tering zo doen. Ontploffen die dingen ook in eng dan? Ja. Tuurlijk. Oh god, dat is freaking cool. Oké, je bent tenminste weg. Nu kan ik wel een huisje bouwen. Een beetje aan het kloten met de hand. Mijn berghut. Lukt het, jongens?
Nou, vingers. Oh, het zijn jullie ineens stil. Dat vertrouw ik niet. Hé, waarom zie je me? Hoe de fuck kan dat? Misschien heb je een gigantische head op je hoofd. Nee. Oh, wacht, misschien wel eigenlijk. Nee, die heb ik niet op. Zie je me dan gewoon vliegen? Het is moeilijk bijhouden, hè, als je steeds drinkt. Wat is dat? Poes night vision, nice. Oh dude! Weet ik veel. Wat weet je? Niet veel. Niet veel. Oh, ben ik blij dat ik Minecraft niet film, hè? Even kijken, en de laatste. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Ik hou wel op. Hoe is de head? Ja, ik vind hem cool. Ik heb al één hand. Ik zie het. Oké. Vindt Wesje hem ook goed? Ik geloof dat Wes zijn mic heeft gezet. Oh, Wes, waarom zet je je mic uit? Oh, hij heeft zijn geluid ook uit. Zit wat, niet nog op Minecraft. Wat een hond. Ah, oh, hij is onzichtbaar. Wes, hoe vind je de head? Wes, is dit
momenteel niet aanwezig. Ja, of die hand niet horizontaal moet, bedoel je? Horizontaal weet ik veel hoe je het van noemt. Die hand staat toch op dat stokkie? Ja, maar die hand moet toch iets gedraaid worden, ze moeten toch tegen elkaar kunnen aanklappen. Oh, wil je dat? Ja, dat kan ik wel doen. Holy shit, super grote oliebron hier zo. Haal ik deze even weg. Oh, zijn pinkie gaat niet mee. Pinkie! Houd pinkie even aanpassen. Welke spinkie? Deze spinkie. Wij kunnen je gewoon zien, hè, Wes? Ja, jammer, joh. Wat is die off-cape? Hoe krijg je dat? Optifine. Ah. Nou, nog een keer proberen te draaien. Pinky, zijn pinky en de brain. User disconnected from your channel. Hij wordt wel heel spastisch zo. Hey, Wesley is weg. Oh. Zal ik hem dan maar opnieuw maken? Wat bedoel je opnieuw maken? Oh, de hand opnieuw maken. Ja. Wellicht. Ziet er niet uit. Even kijken. Wat gaan we met deze doen? Oh. Wesley is weg. Ah. Oh. Ik denk dat hij het niet leuk vond dat ik zijn basis verlies. Ja. Wat? Ook best, je hebt grenzen. Ja. Oh, feitje, beter gaat niet op één. Dan mag je mij vertellen hoe dat moet als de login servers down zijn? Ik weet niet, ik kon ook hierop inloggen natuurlijk. Ja, maar deze staat op... dinges. Iedereen kan hierop inloggen. Ja, maar ik kon, hoe heet dat? Ik kon ook gewoon inloggen op 1. Ik ben nu niet in offline mode. Oké. Nee, de server staat in offline mode. Ja, maar ik sta niet in offline mode. Oeh. Op een of andere manier vind ik het niet mooi als hij zo gaat. Ik weet niet waarom. Oh, wacht even. Ik moet even kijken. Die hand zo staat.
Maar de kans zit erin dat hij nu mijn basis aan het opblazen is. Ik ga eens kijken. Doe wat je niet laten kan. Even kijken, vingers. Oh, je hebt nog steeds 5 watching now. Wauw. Ja, ja. Minecraft doet een beetje lame. Kan je nou niet inloggen? Nee. Dacht ik al. Maar... Minecraft login send down. Dus hij blijft hangen op connectingtominecraft.net. Het gaat wel lekker met Mojang, hè? Tenminste. Met Minecraft vooral. Ik weet het niet. Nou, of we kunnen de hele week al best wel kut inloggen. Volgens mij is het alleen gisteren en vandaag. Eergisteren ook al. Oh ja, toen... Heb ik er niet veel van meegekregen. Ik wil het nog eens opnieuw proberen. Ja, zombie met een schildpad op zijn hoofd. What? User entered your channel. Hallo. Hallo. Oh, het is Wesley weer. Is internet uitgevallen? Nee, hij was disconnected, niet dropped connection. Toch? Ja. Maar Wesley heeft ook geen geluid nu. Hij kan ons niet horen. Arme jongen. Ja. Nou, hoe zijn de handen nu?
Ja, ik vind ze kicken. Kan je die toevallig ook nog gewoon kopiëren naar de andere kant, of niet? Die handen? Ja. Ik kan het proberen. Ik denk dat je nou wel werk scheelt. Ja, het programma kan wel eens crashen als je meer dan één vorm tegelijkertijd selecteert. Oh. Heb je hem opgeslagen dan? Nee. Oh jee. Nou, dat maakt niet uit. Ik ga het gewoon proberen. Nou, dat is plus 31. Moet je ze zo meteen ook nog kleuren aangeven en zo? Ja, dat is. Je moet zo meteen alle textures nog schijnen. Pff, wat een werk is zo'n petje maken, hé? Ligt er aan hoe moeilijk hij is. Deze is wel redelijk moeilijk, geloof ik. Yes. Oh, oh, nee. Wat? Kijk die vingers. Ah, maar kun je die vingers nu niet meer bewegen? Jawel toch? Ik kan ze herstellen. Oh, kijk, deze is scheef gegaan. Alleen die middelvinger, toch? Of niet? Ah. Ja, maakt niet uit. Het hoeft niet precies recht. En wil je erboven nog YOLO Swag hebben? Ja, hashtag YOLO Swag, hè. En dan Swag met dubbel G. Pixels is wel netjes, hè, voor letters. Ja, denk het wel. Oh, je gaat ze nog helemaal zo maken ook? Je kan toch ook gewoon schrijven, of niet? Moet je dat echt helemaal zo doen? Je moet eerst een vierkant maken waar je op schrijft. Ah. Of in dit geval een plat ding. Even kijken... Wat is het maximum? Dit is het maximum. Is best wel lang. 32. Maar dat maakt niet uit. Dit is gewoon om... om in ieder geval... Dan kunnen we 32 pixels breed... En als het korter wordt, maken we het korter. Die mag hier. En nou wordt het lastig. Oké, dan hebben we de cap. De cap. Deze kan trouwens zo.
Deze, die kan ernaast. Twee, vijf, vier en dan. Die kan ook op twee. Die kan op vijf, vier. Zo. Dat bespaart plek. En dan de onderste laag. Die onderste laag gewoon helemaal onder doen. Wil je ook een hashtag aan de voorkant? Ja. Dat er op die pet een hashtag staat? Oh, dat, nee. Kan hoor. Nee, alleen alleen erboven. Want als je even kijken. Hey, waarom doet hij het niet? Hey, de stream valt uit. Nee, hij staat op zwart. Oh. Oh, Minecraft crasht. Wat nice. Nice, man. Ja. Maar in ieder geval, kijk hier, oh. Ik weet niet of je dat kan zien. Moet je even wachten. Ja, 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 ja. Hier, oh, kan ik een hashtag maken. Oké. Okay. Nou, wat jij leuk vindt. Dat hier maakt een hashtag staat. Oh, maakt jou niet uit. Of een crack van YOLO, dat kan ook. Oh, echt alles van Minecraft is nu gewoon down. Hij kan nu niet eens meer de serverstatus laden op de help.mojang.com. Oh, nou gek, want er zijn aardig wat mensen online op DMC. Wazig. Nou, ik ga gewoon lekker verder met het hetje. Want die is nog lang niet af. Die hebben daar. Textures plakken.
Ik ga even naar de wc, alweer. Zeikert. Ja jongen, ik heb net, hoeveel is het? 1,5 liter ijsthee op. Dus dat moet er nu weer uit. Ik ga je gewoon Stan noemen dan, hè, met je ijsthee. Hey, ik ben begonnen met ijsthee. Ik ben denken dat jullie allemaal bier drinken. Ben ik weer. Hey. Nou, ik ga aan de tekst beginnen. Oh yeah. Nou, dit zijn ze. Ik ben altijd wat later, hè? Ja, dat weet ik. Oké, ik zie ze. Oké, nou, ik dacht bruin voor de handjes. De handjes zijn toch in de serie een beetje oranje, of niet? Ik heb het plaatje niet meer. Oh, wacht even, ik ga hem opzoeken. Of bruin voor de stokjes van de handjes. Hier, dit is de originele afbeelding. Eén moment, de originele afbeelding. Dus de stokjes waren inderdaad bruin en de handjes waren oranje. En die pet zelf die is een beetje blauw-paars. Oh, die wil je helemaal blauw hebben? Ja, wie weet. Wil je ook doe wat leuk. Van die rondjes en touwtjes, nee toch? Nee, joh. Oh, maar dit wordt makkelijker dan ik had gedacht. Dus de pet wordt blauw. Waar is mijn programma? Je hebt ook echt een rommel als taakbalk ook, hè? Wat? Dat je taakbalk een rommel is. Nee, dat valt wel mee. Ik vind het heel overzichtelijk. Mijn bureaublad, dat is een rommel. Oh jee. Nou, ik heb geloof ik 3 van die plaatjes. En dat vind ik al veel. Ja, maar ik doe toch veel meer dan jij? Ja, jij bent natuurlijk een heel actief persoon. Oké, welke kleur blauw? Of zullen we de blauw van SpongeBob? We kunnen nog de blauw van SpongeBob gewoon pakken. Ja. Even kijken. Dan doen we deze afbeelding opslaan als Clapping Head opslaan. Even
kijken. En wat ik dan wil is deze kleur, die blauw. Hey. Oh, dat werkt niet zo. Dit werkt ook. We hebben gewoon een stukje van de originele afbeelding. Even kijken, Technen erbij pakken. Oké, alleen de balk hier is blauw, dat moeten we niet hebben. Maar voor de rest is die wel nice, man. Dat is wel die kleur. Even kijken. De stokjes zijn ook bruin al zo te zien. Ja, dat is een eigen bruin, maar ik pak straks de bruin van SpongeBob. Oh, vet ook. Zo, die moet zo. Deze mag weg. Of nou ja. Of niet weg. Ctrl C. Ctrl V. En het oranje. Oké, en als ik deze dan niet laat zien. Nee, deze niet laat zien. En dan save. En hem dan weer opnieuw inlaat. Hey. Wacht even. Awesome. Alleen een YOLO swag erboven. Welke kleur wil je dit hebben? Wat? YOLO swag? Ja. Doe maar zwart gewoon. Even kijken. Zo. Je moet YOLO en swag aan elkaar doen. Ja, Bas. Wel met hoofdletters of zonder hoofdletters? Dat mag je uitkiezen wat je zelf mooier vindt. Oké. En wil je spatie tussen de hashtag en YOLO swag of niet? Nee, natuurlijk niet. Het hoort eraan vast, jongen. Oké, dan. 8. Nou, kijk hoe mooi het wordt als we het kleiner maken. Oh, het wordt dit. Kan het niet op 4? Oh, dat is gewoon niet te lezen. We zijn inderdaad wel heel klein.
Dus die past er ook echt net op, hè, als je... Even kijken, dan moeten we die hoger maken. Als ik het nou save, wordt het echt een tering, sorry. Dit is echt awesome. Wat? Ik loop er geen klote meer van. Oh nee, maar dat komt omdat het moet het nog even aanpassen. Komt allemaal goed. Kijken. Deze moet dan omhoog. Oh, die kan ik misschien daar zetten. Deze kan hier. Kan daar en deze ook. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ik ze zet, want het is allemaal blauw. Ja. Gewoon omhoog. Dat is wel een voordeel van deze head. Het is allemaal blauw, dus het maakt niet uit hoe ik ze zet. Wat? Ja, dat is wel ideaal inderdaad. Kan ik die resizen. Dan haal ik deze weg. En als ik hem dan pak. Even kijken. Dan hebben we dit. Yes! Die is super cool. Juist. Misschien is YOLO swag wat hoger, of niet? Als die eentje misschien hoger, dat zou wel kunnen, maar hij hoeft niet heel veel hoger. Dan hebben we dit.
Nou, als we hem even wat korter maken, staat hij in het midden. Je wilt dit voor je deur hangen. Wat? Dit? Die pet. Nee, die wil ik dragen. Oh mijn god. Ja, nou, dat is cool toch? Hij is af? Ja, ik vind hem awesome. Die YOLO swag pet. Het origineel erbij. Nou, dan moet ik hem maar in Minecraft gooien. Juist. Yes. Oh kut, ik kan niet meer inloggen natuurlijk. Wel op mijn server. Staat op offline mode, hè? Ja. Nice man, dan kom ik ook even eraan. YOLO swaghead opslaan. Die mag even down. Oh, Tim is er ook nog met zijn microfoon uit. Ja, ja, Tim is er de hele tijd al. Oh. Ja, ja, ja. Nou, oh, wees, je hebt gezien dat hij af is. Wat? De head. Is hij af? Ja. Ik ging even naar beneden. Ik ga hem nu in de game zetten. Nou, oh, kom maar net online. Moet ik zeker even offline zijn. Hoezo? Als, je moet toch resetten? Nee, ik moet niks resetten. Oh, al reloaden zeker. Ik moet niks reloaden. Zat er gewoon in. Als ik hem, ik ga hem straks opzetten en dan gaat hij naar de server en dan kunnen jullie hem ook zien. Leeft Maurice nog dan? Ja. Staat mijn huis nog in eng of niet? Wat bedoel je? Nou, nee, die is een lang stuk. Heb je mijn huis gesloopt, jongen? Nee. Eigenlijk niet, want het is ook mijn huis, maar... Ik heb de driekwart gebouwd. Wat heb je gedaan? Oh, je hebt driekwart gebouwd. Ja. Jullie hebben de server laten crashen. Hey, ik ben heel erg weg. Ja, bij mij is die er ook gewoon nog. Oh. Ik ben gewoon online, zeg maar. Ik ook. Oh ja, nou kan ik inloggen. Nee, Java, connection, bla bla bla. Er zit een random gozer op je server, een Nalahala. Ja. Maar het is net iets naar. Nou, ik ga maar even herstarten. Niet. Even nog een keer vragen. Oh, server klopt. Ja. Klinkt. Hoe kan hij nou, hoe kan je nou grieven als de server closed is? De moeder. Pannenkoek. Oh, Dex is weg. Ja, kinderbedtijd. Nee, hij is nog steeds offline. Dit gaan we morgen eng spelen. Ja, beter gaan we dat morgen doen. Of morgen kunnen we ook Gmod Poppunt spelen. Als de textures nu eindelijk werken. Ik kom er gewoon niet in, jongens. Niet? Ik wel. Nee. End of streams krijg ik. Zit hoedje er al in? Ligt dat dan niet aan dat je je Minecraft moet restarten? Wat bedoel je? Omdat Minecraft een beetje lame doet.
Ja, maar deze server staat toch op offline mode? Ja, maar als jij zeg maar niet meer ingelogd bent of zo, weet ik hoe dat werkt. Minecraft is hartstikke leem, maar als je gewoon in offline mode er ook ingaat. Ja, en ik ga er toch in offline mode in? Oh, je bent al in offline mode? Ja. Ja. Oh. Ja, dat wist ik niet. End of stream, waar slaat het op? Nou jongens, ik ga de map resetten, dus... Maar zit die ding er al in dan, die YOLO? Want dan kan ik hem zien. Nee, hij zit er nog niet in. Hij is wel freaking cool geworden. Maar ik wil hem nog niet weten, ik wil het zelf zien. Maar waarom ga je de map resetten? Nou, omdat die blijkbaar werkt die server niet goed. Raar, bij ons doet hij het wel. Hoor. Oh, maar die spam was wel mooi. Ja, ja, dat maakt er nog wel heen. Ja! Oh, world edit, / outline, bedrock, / outline, 35 gewoon /. Walls. Ik heb nog nooit het commando outline gebruikt. Heb je er niet outline? Walls. Ja, echt waar? Ja. Ik heb nog nooit outline gebruikt. Oh, outline is chill, man. Dan de man weer bij die aardappel. Nou, gezellig toch. Fused connection connect. Aardappel is een goede kerel. Ja, nee, maar als geen je grappig. Hem kan verstaan. Oh. Wow, iedereen is opeens ook weggegaan. Ja. Holy moly. 10 uur, man. Het is al 10 uur. 10 over 10. Ja. Sommige mensen moeten morgen werken, sommige mensen moeten morgen naar school. Ja, ik moet ook morgen werken. Ik ook, maar pas om 5 uur 's avonds. Ja, ik morgen om 8:30. Dus ik ga zo lekker slapen. Wat echt super chill is. Ja, je hebt natuurlijk echt een bazenbaan. Yes, downloading train. Yes, ik zit erin. Waarin? Daarin? Ja, ik kom er echt niet in. Oh. Nog niet? Nee. Maar helpt je Minecraft restarten dan ook niet? Ik kan hem wel nog een keer proberen. Hallo! Hallo, Timbeta. Hey, Tim. Hi. Anders doe ik het singleplayen. Ja, maar dat kunnen wij hem niet zien. Ja, dan zet ik hem straks op de server en dan... Wat woordje heb je nu gemaakt? Een YOLO Swaghead. Is hij nu pas af? Ja, ja, die is best wel lastig geweest. Wil je hem zien, Tim, op de stream? Ja, ik kijk maar, al. Maar als je hem nu opstart, misschien kan je dan zo meteen wel gewoon op multiplayer? Ik ben hem opnieuw aan het starten. Piet op. Ik zie het. Even kijken. Ah, maar die hoed zit er nog niet op. Would you like to run offline mode? Oh, kijk. Nou, op de stream kun je de hoed zien, Tim. Wat ja, zit er op die hoed? YOLO Swag en 2 handen. Waarom handen? Het is die klaphoed van SpongeBob, jongen. Ja. Oh, Remco, wat heb je een leuke achtergrond. Het is deze. Mijn achtergrond is dit. Raving Roberts. Oh ja, die heb ik ook. Die hoed. Oh, wat leuk. Geweldig. Die wil ik sowieso op eng, die ga ik 24/7 dragen. Die YOLO hoed, of niet? Ja. Ja, ik ook. Phantom armor hebben, ja dat kan. Nee, ik kom echt niet meer op de server, ik weet niet wat het is. Nou ja, zij. Maar dan doe ik hem wel even singleplayer. Ja, misschien komt het omdat ik aan het streamen ben, misschien. Ik weet het niet. Ho, ik ben geen Stitch. Oh, ik ben wel gewoon een ala. Hoe spring je met Quantum Armor? Springen, met spatiebalk. Maar hoe spring je hoog? Waar koop je dat spel? In de winkel. Waar is de tukkertje van? Oh ja, Sintro. Ja. Drink. Drink. Nou jongens. # YOLO Swag. En aan de achterkant niks. Yes! Oh, hij is zo vet. Wat is er op de achterkant? Niks. Kijken. Hoe bedoel je, laat zien de achterkant. Oh wow, what the fuck. # YOLO Swag. Die twee G's maken het af.
Ja. Ziet er mee op. Hij is wel heel erg leuk. Oh, kijk nou, kijk, de launcher. Achter me. En ja, dit moet je er wel bij zetten. Gewoon helemaal bovenaan. YOLO swag. Misschien. Ja, misschien. Ik weet niet of dat kan. Wat? Zal ik een mooie screenshot maken? Ik hoor het ongeveer zo. Wat? Kijken naar de stream. Oh, dat nee. Is zo cool! Het is de besje met de YOLO swag hat op. YOLO swag besje 7-4. YOLO swag besje 2-4. Die moet je gewoon als... Oh, dit is zo cool. Maak die alsjeblieft de beginpagina. Kan je dat ook met mijn hat ernaast doen? Dat je Nalala bierpet en dat hij dan YOLO swag erboven heeft? Zullen ik dat ook ga doen? Dat moeten we bij onze deur hangen. Maar Maurice, jij bent online toch? Hè? Ja, op Fluffser server, maar ik kan niet in online mode, dus ik kan niet... Yes! Oh my god, dat is zo cool! Alleen je bierkrat zit een beetje in de grond. Ja, maar als ik hem boven de grond hang, dan maakt het niet uit. Ja, kom mee Maurice, we gaan het ook eens maken. Wacht even, ik ga eerst kijken of ik de YOLO hat ook kan krijgen. Nee, ik moet hem er nog op zetten. Oké. Okay. Carlos fix it big. Wat ga je nou weer maken? Hij werkt niet bij YOLO swag. Of bij Timmy werkt hij niet. Oh wacht, misschien wel. Het invisible. Alles weg, lul. Ik dacht dat je iets random wou. Oh nee. Moet je iets van Tim zien? Wow. Oh, die is ook wel leuk. Nou, ik zal hem op de server zetten, dan kunnen jullie ermee spelen. Yes! Oh, je had ook een gold gepakt. Afzij. Even kijken, het... Wil je maken? YOLO. Heb je hem al? Wacht even, ik ga even kijken. Hele lijstje door. Nee, ik heb hem nog niet. Nee. Hij heet gewoon de YOLO hat, toch? YOLO swag hat. Dan staat ja, maar als ik die YOLO intyp, dan zou ik het ook al moeten kunnen zien. Je hebt, als het goed is, heb je aan de zijkant heb je van die rondjes. Reload all hats. Oh, ja, dat heb ik gedaan. En doe nou eens. YOLO, nee, hij doet het nog steeds niet. Oh. En als je uitlogt en opnieuw inlogt, on... ja, ik weet niet of dat werkt op de server. Maar in ieder geval, hij staat op de server. En ja, ik kan voor de rest niet veel meer doen. Ik ga denk ik ook de stream stopzetten, want ik heb nog niks gegeten vandaag. Van de hele dag lang heb ik nog niks gegeten, jongens. Oh, maar hij doet het niet, dus... Nee, maar ik zet in ieder geval de stream stop en dan ga ik wel even kijken waarom het niet doet. En dan, ja, gaan we nog even kijken naar mijn geweldige achtergrond. Oh. En dit was hoedjes maken met Wesje, en Tim en Maurice. Er waren nog meer mensen? Nee. Ja, Dex was er eventjes. Oh ja, hè? Dex was er even, ja. En Dex. Nou, toedeloe.